welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer nieuwe make-up testen. Ik ga de nieuwe Mint collectie van Elf testen. Ik heb jullie gevraagd op Instagram of jullie deze collectie wilden zien. En de meerderheid zei ja. De naam van de collectie zegt het al, Mint. Dus alles is een beetje zo groenig. Maar het viel me ook op dat bruin ook wel een hoofdkleur is van deze collectie. Dus groen en donkerbruin waren de twee kleuren die mij het meeste opvielen. Ik heb dit gewoon allemaal gekocht. Ik heb het niet ontvangen ofzo. En ik heb alles gekocht wat ook echt groen is en wat ook echt mint is. Want dat vond ik wel leuk. Want zoals ik al net zei, heel veel was het bruin. Maar ik ben echt gegaan voor alle mintkleuren. De hele collectie is gewoon te koop bij Douglas. Dus lekker makkelijk voor ons. En toen ik deze collectie zag op de website, ik heb het echt gelijk besteld. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan deze collectie reviewen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Het is niet echt een hele super grote collectie. Dus absoluut niet genoeg voor echt een full face. Maar ik heb wel echt alles gekocht van de collectie. Inclusief de kwasten en alles. Want jullie hebben onder mijn video's heel vaak gezet van Sarah, haal gewoon voldaan letterlijk alles wat er in de collectie te koop is. Dus dat heb ik zeker ook weer gedaan. Er is 1 gezichtsproduct. En voor de rest is alles voor de ogen en 1 lipproduct. Ik ga beginnen met het gezichtsproduct. Dat is een primer. Ik heb hier de Elf Mint Cooling Face Primer. Deze primer is best wel overhyped. Heel veel mensen vinden hem heel erg goed. Hij schijnt ook een dupe te zijn van de Milk Primer. Dat is top, want deze Milk Primer is hier niet te koop. Deze heb ik ooit heel lang geleden gekocht bij een Sephora in Spanje. En deze primer is zo fijn. De Milk Hydro Grip Primer. Deze is ook echt zwaar overhyped, maar heel erg duur. 30 euro. En dit is zo'n groenige slijmachtige substantie. En dat schijnt die van Elf ook te zijn. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd of het echt een goede dupe gaat zijn. Oh, heel even snel voordat ik verder ga. Deze Mint collectie had ook een aantal skincare producten. Die heb ik niet gekocht. Ik heb echt alleen maar de make-up gekocht. Oké, bij de beschrijving staat dat dit een verkoelende gezichtsprimer is met een vanille muntgeur. De unieke gel textuur werkt als lijm op make-up zodat deze blijft zitten. De muntfrisse huidvriendelijke ingrediënten zorgen voor een verfrissend, verkoelend gevoel en zijn verrijkt met hyaluronzuur en antioxidanten zodat uw huid zichtbaar en voelbaar op zijn best is. Nou, dat is top. Dat heeft hij van Milk ook echt. Deze is ook echt gewoon letterlijk lijm. Hij plakt super erg. Er staat dat je hem gewoon moet aanbrengen met je vingers en eventjes een halve minuut moet laten intrekken. Nou, let's do this. Oh ja, hij ziet er echt precies uit als die van Milk. Het is echt gewoon zo'n groene gel substantie. Hij ruikt echt naar mint. Ik hou van een muntgeur. Dus dat is top. Wauw, super plakkerig. Kijk, zie even hoe plakkerig dit is. Maar dat is goed, dan blijft je make-up er goed aan plakken. Hij brengt wel iets stroever aan dan die van Milk. Dat wel, maar voor de rest is hij gewoon prima. Oké, even een halve minuut laten intrekken. A few moments later. Oké, ik heb eventjes een halve minuut gewacht. En hij is nou helemaal ingetrokken, maar het is nog wel echt gewoon plakkerig. Dus hij voelt voor nou best wel gewoon goed aan. Ik heb voor de rest echt letterlijk niks voor mijn gezicht. Deze collectie had echt voor het gezicht alleen maar deze mint primer. Dus ik ga mij gewoon even verder opmaken. En dan gaan we beginnen aan de ogen. Daar ben ik weer helemaal opgemaakt. Ik heb mijn hele base gedaan. Mijn make-up ging er gewoon helemaal prima op. Dus er is niks wat me echt is opgevallen. Ik ga nou beginnen aan de ogen. Voor de ogen heb ik een oogschaduwpaletje. Ik heb een oogschaduwstick en nieuwe kwasten. Ik ga beginnen met het oogschaduwpaletje. Dit is hun nieuwe Bite Size Palette. En dit paletje heeft allemaal van die groene kleuren. Zoals je kunt zien, 2 matte kleuren en 2 glanzende kleurtjes. Er waren 2 versies hiervan, maar ik heb echt het mint paletje genomen. Staat erop welke dit is. Er staat op mint to be. Volgens mij is dat de naam, but I'm not sure. Maar alles staat sowieso beneden in de beschrijving. Elf heeft al van dit soort mini bite size palettes. Daar heb ik ook een hele video over gemaakt. En ik vind hun bite size paletjes echt best wel fijn. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze versie. Kijk, dit zijn dan alle kleuren. Alle 4 zijn ze een beetje zo groenig. Ik ben echt heel benieuwd hiernaar. Ik denk echt dat ik hiermee echt wel een goede oog kan maken. Dan hebben ze ook een nieuwe oogschaduwstick uitgebracht. Jullie weten, ik hou van de Elf oogschaduwsticks. Dus ik ben weer heel benieuwd naar deze groenige versie. Ik heb echt de lichtgroene versie genomen. Dit is de kleur Mint For You. En ze hadden ook nog een aantal andere kleuren.
Dit is dan hoe de stick eruit ziet. Gewoon zo'n licht groenige stick. En dit is dan de kleur. Echt gewoon een matte, lichte, mintgroene kleur. Dit is wel echt zo'n opvallende, aparte kleur. Die ik denk ik op dagelijkse basis niet heel vaak zou gebruiken. Maar ik vind het wel heel leuk voor dit soort looks. Dus deze heb ik ook gekocht. En er was een nieuwe mint eyeshadow kwasten set. Dit is de mint melt brush set. Met 3 soorten oogschaduw kwasten. Dus deze wil ik ook gaan proberen. Ik heb echt geen kwasten nodig. Maar ik dacht, ja, voor deze video is het gewoon misschien wel leuk voor jullie. Dit zijn dan de 3 kwasten. Je hebt een all-over eyeshadow brush. Je hebt een eye contour brush. En een blending brush. Dus ideaal om te gebruiken voor een ooglook. Ze voelen wel echt heel zacht aan. Ik vind ze ook heel mooi. Dit mintgroene zo met het witte vind ik echt super, super mooi. Dus ik ga eventjes bekijken of ik deze kwasten vandaag kan gebruiken met een look. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Daar ben ik dan. Lekker helemaal in jullie gezicht. Ik ga beginnen met deze lichtgroene matte kleur hier. Die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dit is wel echt een hele lichte kleur. Hij is bijna niet eens te zien op mijn huidskleur, joh. Oké, ik heb nou echt best wel veel aangebracht en nou is de kleur op zich best wel goed te zien. Maar ik denk dat als je een iets lichtere huidskleur hebt, je het allemaal iets beter zou zien. Dan pak ik de donkere groene matte kleur hier. Die kleur ga ik zo aanbrengen hier zo in de hoek. En dan blend ik het ook uit in mijn arcadeboog. Die kleur heeft echt superveel pigment. Oké, die donkere kleur heeft een heel klein beetje fallout, maar je kunt het gewoon zo weghalen met de kwast. Dan pak ik weer die lichtere groene kleur. En die kleur ga ik weer gebruiken op de randen om het een beetje extra goed uit te blenden allemaal. En iets meer smoky te maken. Ik ga even een halve cut crease maken met mijn Catrice Concealer en deze kwast van NYX Cosmetics nummer 14. Dan ga ik in met deze heftige groene glanzende kleur. En die kleur ga ik aanbrengen over de hele cut crease. En ik maak ook mijn kwast nat. Ik gebruik deze kwast van de collectie. Oh mijn god, kijk hoe heftig dit is. Ik ben echt een beetje in shock. Wow, I love it. Oké, ook die kleur heeft een beetje fallout. Die gaat niet heel goed van mijn gezicht af. En dan pak ik weer deze donkere groene kleur. En dan ga ik hier een beetje blenden met die glanzende kleur om een mooie overgang te creëren. Oh mensen, I love it. Ik vind het echt heel erg mooi. Dan ga ik in met deze stick. Ik ga deze stick aanbrengen in mijn waterlijn. Dat heb ik nog nooit gedaan met een oogschaduwstick, maar ik ga het gewoon doen. Even zien of dat lukt. Ik denk het wel. Nou, dat ging echt prima. Kijk hoe leuk. I love it. Dan ga ik hiermee ook zo een lijn maken over de cut crease om het lichter te maken. Dan ga ik de 2 matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan ga ik als laatste nog in met deze lichte glanzende kleur. En die kleur breng ik zo aan hier in de binnenste ooghoek. Nou mensen, dit ging helemaal top. Ik ben niet heel erg blij met de kwasten. Alleen dit paletje en de stick vind ik allebei echt heel erg mooi. I love it. Kijk wat voor een heftige groene look dit is geworden. Ik vind het echt een beetje elfjes vibe hebben of zo. I love it. Lekker heftig. Vooral die heftige groene glanzende kleur is echt too much. I love it. Echt fantastisch. Oké, nou ik ga even gewoon de ooglook afmaken. Ik heb verder niks van deze collectie voor de ogen. Het volgende is voor de lippen. Dus ik maak het even snel af en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn Faux Mink TL4 Lashes van Tati Lashes. Ik ben echt obsessed met deze ooglook. Ik vind het echt zo ontzettend leuk. I love it. Ik vind mij ook heel mooi staan. Altijd groen met mijn bruine ogen. Dan ga ik verder met het laatste product van vandaag. En dat is deze Mint Lip Gloss. Dit is de Elf Mint Lip Plumping Gloss. Ik heb de kleur A Hint of Mint volgens mij. Dit is de groenige lipgloss. Deze had je ook in een glitterversie en nog 2 bruine kleuren volgens mij. Maar ik ben gewoon gegaan voor de normale mintkleur. Dus die ga ik eventjes opdoen met niks eronder. Want dan kunnen we gewoon goed kijken ja, hoe de kleur eruit ziet. Ik denk dat het gewoon een clear gloss is met een lichte groene ja, waas er doorheen, zeg maar. Oeh, hij ruikt ook echt naar mint. Oeh, ik voel ook echt zo'n branderig mint effect op mijn lippen. Oké, dat is dus dat plumping effect.
Oh mijn god, mensen, ik voel het gewoon helemaal branden. Voor mij is het gewoon een clear gloss. Ik zie niet echt groen of zo. Ik zie ook niet echt een groene waas. Ik had liever iets meer groen gewild. Maar ja, op zich, het voelt gewoon goed aan. Het is voor mij in mijn ogen gewoon echt een clear gloss. Hij bracht goed aan. Hij is een beetje dikkig. Hij brengt ook een klein beetje stroef aan, omdat hij dus zo dik is. Maar dat is best wel vaak bij plumping lip glosses. Maar hij voelt gewoon goed aan. Hij ruikt lekker. Dus dat is echt top. Ik vind hem prima. En dan zijn we klaar, jongens. Dit was de hele elf Mint collectie. Ik vind deze look zo leuk, jongens. Ik had niet echt verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Ik zal even vertellen wat ik van deze hele collectie vind. Ik zal beginnen met de primer. Ik vind de primer echt wel een dupe van de Milk Primer. Vooral omdat wij de Milk Primer hier niet kunnen krijgen, is dit best wel een goed alternatief. Hij voelde gewoon helemaal prima aan. Ik ga hem zeker nog vaker gebruiken, maar hij voelt echt goed op mijn huid. En ik heb ook echt het gevoel dat mijn make-up er goed op bleef plakken. En hij deed verder ook niks raars of zo. Hij maakte mijn gezicht niet stroever of zo. Dus ja, ik vind hem echt best wel fijn. Het oogschaduwpaletje vond ik ook weer top. Hij is gewoon even goed als alle andere 4 euro paletjes. Ik had het meeste moeite met de lichte mintgroene kleur, omdat hij gewoon een beetje licht was. Maar voor de rest is hij gewoon helemaal top. En vooral voor die super, super lage prijs is het echt best wel een goed paletje. Dus als deze kleuren jou aanspreken, raad ik hem echt zeker 2 aan. De kwasten zijn voor mij een beetje een moi. Ik vind ze niet echt top. Ik raad ze niet per se aan, want ze zijn best wel stroef. En dat vind ik jammer. Ik wil gewoon dat mijn kwasten lekker fluffy zijn en alles gewoon zo lekker fluffy aanbrengen. En dat doen deze kwasten niet echt. Ze zijn best wel dense en hard. En dat vind ik persoonlijk gewoon niet zo fijn. Dus deze kwasten raad ik niet per se aan. De oogschaduwstick vind ik ook echt toppie. Vooral heel erg mooi in de waterlijn. Ik vind hun sticks sowieso altijd wel fijn. Dus ja, ook heel mooi zo hier. I like it. Het is echt een goede stick. En de lipgloss. Ja, het is gewoon een plumping lipgloss. Gewoon een cliché. Niet heel goed, niet heel slecht. Het is gewoon een normale lipgloss. Let wel op, als je dus de kleur pakt die ik heb gepakt, je ziet niet echt heel erg veel groen. Het is gewoon basically gewoon een clear gloss. Ik voel hem gewoon nog steeds een beetje branden op mijn lippen. Dus ja, I love it. Deze zou ik zeker wel gebruiken op een lipstick of whatever. Dus deze vind ik ook fijn. Het enige wat ik dus gewoon vandaag minder vond, was de kwasten. En de rest was gewoon echt prima. Dus I like it. Ik ben er best wel blij mee. Ik ben blij dat ik niet mijn geld heb verspild. Ook al was het niet echt heel veel, maar toch. Laat me zoals altijd weer eventjes beneden in de reactie weten wat je vond van de video, van de collectie, van de make-up. En of jij deze collectie ook gaat aanschaffen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!